Welkom terug bij de sportcolumn linksbuiten van Sleutelstad. Mijn naam is Martijn Otte en ik sta hier op het sportcongres van de gemeente Leiden. En ondanks dat het sportcongres heet en je denkt aan sportbestuurders, sportverenigingen, ging het vandaag verrassend veel over bewegingsonderwijs, over het gymmen op scholen. En ik sta hier naast twee gymdocenten en oud-gymdocenten die heel veel weten over waarom gymmen op school nou zo belangrijk is en waarom het op sommige scholen in Leiden nog te weinig gebeurt. Dus ik ga jullie Paul van Ark en Sjoerd Jenning gaan voorstellen en zij gaan jullie vertellen waarom is gym nou zo belangrijk en wat moeten we doen om nog meer gymonderwijs in Leiden te krijgen. Paul, waarom is bewegingsonderwijs nou zo ontzettend belangrijk voor kinderen? Bij bewegingsonderwijs gaat het over het elementair bewegen. Met andere woorden, het gaat echt als bewegen als doel, niet als middel. Dus we gaan kinderen motorische dingen aanleren, zodat ze vaardig worden en kundig worden. Daarnaast zorgt goed bewegingsonderwijs er ook voor een heel fijn en prettig sociaal klimaat in de gymzaal. Waardoor bewegen leuk blijft en kinderen plezier blijven houden in bewegen. En hopelijk ook hun leven lang blijven sporten. Dus het is echt wel heel belangrijk dat dat meteen goed ingezet wordt. Ja, en je ziet dat het in Leiden nu nog niet zo heel goed gaat met hoeveel er gegymd wordt. Klopt. Hoe komt dat, Sjoerd? Scholen maken soms andere keuzes. Scholen kunnen met hun beschikbare mogelijkheden kunnen ze zelf kiezen wat ze willen gaan doen rondom bewegen. Bewegen in de brede zin, maar ook gewoon goed bewegingsonderwijs. En scholen kiezen er soms voor om het bewegingsonderwijs één keer per week te laten plaatsvinden door een vakleerkracht. Een opgeleid iemand die weet waar goed bewegingsonderwijs, zoals Paul het schetsen, aan moet voldoen. En ze kiezen er niet voor om dat twee keer te doen. En die keuze hebben ze zelf wel, maar dan moet bewegen op school wel belangrijk genoeg zijn, zodat de scholen die keuzes voor twee keer goed bewegingsonderwijs gaan maken. Okay. En daar is nog wel iets te winnen. Oké, en ik heb net jouw workshop ook gevolgd over combinatiefunctionarissen. Klopt. Jij bent combinatiefunctionaris. In hoeverre kan je daar ook bij helpen om kinderen meer te laten bewegen? Nou, combinatiefunctionaris, dat is een andere manier van bewegen aanbieden op scholen. Het is niet ter vervanging van het goede bewegingsonderwijs. Het is eigenlijk als aanvulling op het beweegbeleid wat er op scholen zou kunnen of moeten zijn. Bijvoorbeeld het aanbieden van 3 tot 4 sportactiviteiten naast of soms ter vervanging van het bewegingsonderwijs. Het liefst natuurlijk aanvullend, zodat kinderen 3, 4 verschillende sporten elk jaar weer gaan ervaren. De ervaring leert dat als kinderen op jongere leeftijd veel verschillende sporten ervaren, zij later ook weer bij een sport terechtkomen die ze toen leuk hebben gevonden. Oké, en Paul, misschien nog een afsluiting. Wat zou jouw ambitie zijn voor het bewegingsonderwijs in Leiden? Wat mijn wens zou zijn? Ja? De wens zou zijn dat elk kind in Leiden 2 keer in de week van een vakleerkracht bewegingsonderwijs krijgt. Of in ieder geval iemand die bevoegd en bekwaam is om dat te geven. Zodat elk kind succesbeleving ervaart en plezier in bewegen kan houden. Oké. Ik hoop dat jullie dit interessant vinden over het bewegingsonderwijs in Leiden en hoe dat nog beter kan. Wil je nou zelf ook een keer langskomen in de sportcolumn linksbuiten? Stuur dan een mailtje naar sport071@sleutelstad.nl.